Vandaag in dit filmjournaal 6 Zeeuwse dichters verzameld in één film, Poetry by the Sea. En nog een winnaar van de Delta Shorts. Maar we beginnen met de kindermiddag. Heel veel kinderen vanmiddag hier, die allemaal tegelijkertijd naar de film wilden. Hebben jullie er zin in? Ja! Ik vind het heel leuk hier. En de film is nog niet eens begonnen en je vindt het al leuk? Ja. Ik ben gisteren ook al met school naar de film geweest. Dus ja, nu weer. Dus dat is gewoon superleuk. Het scherm is natuurlijk groter en het is meteen ook wat spannender. En het is natuurlijk heel leuk om naar Film by the Sea te gaan. Want dat is elke keer weer een nieuw film. Weet je hoe de film heet die we nu gaan zien? Lotte en de Maastrein. Heb je er zin in? Oom Jaak, woont er iemand op de maan? Maar? Nee, ik denk niet dat iemand kan leven op de maan. Wat vond jij het mooiste stukje van de film? Dat die plank zo omhoog ging. Dat ze de planten naar boven ging. Dat vond ik echt een leuk stukje. En wat vond jij een leuk stukje? Dat ze alle stenen hadden. Hoe vond je het? Leuk. Het is gewoon grappig. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own. Verfilmde gedichten, dat is best wel een moeilijke klus. Waarom wilde je dat doen? Ik wilde kijken of we verschillende disciplines bij elkaar konden krijgen. Dus in dit geval poëzie en film. Enorme eer als er iemand een gedicht van jou gaat verfilmen. Zo'n spannend project. Ik woon nog niet zo lang in Zeeland en ik draag ergens een gedicht voor. Dat wordt eruit gepikt en daar wordt een film van gemaakt. Nou, ik ben helemaal verguld. Reach out and touch faith. Wij wilden het heel anders gaan doen eigenlijk. Wij wilden meer een verhaal creëren om een gedicht heen. En zodoende ontstond Poetry by the Sea. Dus Naftali's vader eigenlijk een soort interpretatie van het gedicht? Absoluut, ja. Het is niet een soort letterlijke verfilming. Het is echt interpretatie en daar is ook wel wat vrijheid bij. Perdonia wacht op doodgaan. Dat doet ze elke dag. Hebben ze een beetje de essentie van het gedicht weten te pakken? Ja, ik was verbijsterd. Ik weet wel hoe het komt, maar ik heb grote moeite om het verband te zien tussen wat er uiteindelijk aan film uitgekomen is en het onderliggende gedicht. Ik heb mijn essentie natuurlijk, hè, van een gedicht wat ik schrijf, maar wat zij er dan vervolgens mee doen, wordt hun essentie. Dat is in dit geval denk ik wel een beetje een andere dan dat ik daar nou bij voel, denk. Als je het gedicht leest, dan kijk je niet alleen naar het geheel, maar ook naar stukjes eruit. En dat heb je dan associatie mee. Van het een komt het ander. En die laat je fantasie de vrije loop. Ik zit als dichter dan te denken van ja, jullie zijn met mijn gedichten in feite aan de haal gegaan. En jullie hebben er iets van gemaakt waar ik dan eigenlijk niet zo gauw een touw aan vast kan knopen. Maar goed, dat is dan mijn reactie. Ik heb mijn gedicht vrijgegeven en zij hebben ervan gemaakt wat zij ervan wilden maken. Ik vind dat ze dat heel leuk hebben gedaan. Actrice Liz Snoeyink heeft haar sporen inmiddels dubbel en dwars verdiend in het acteervak. Binnenkort staat ze met de voorstelling Farah Diba weer in de Nederlandse theaters. Maar eerst moet ze hier op het filmfestival nog een klus afmaken. In de jury van Film en Literatuur. Ik heb een aantal jaar geleden in de jury in Utrecht gezeten, in het filmfestival. En ik vond het een fantastische ervaring. Je zit echt een week lang opgesloten in film. Je zit echt in zo'n hokje. Het is de hele dag donker. En je zit alleen maar film, film en nog eens film te kijken. En
ja, ik vond dat heerlijk om te doen. Hou van film en ik kan goed kijken. Maar dat is wat eigenlijk iedereen kan. Ik weet niet of ik kritischer ben dan de gemiddelde Nederlandse filmkijker. Ik denk het eigenlijk niet. Mij vallen ook wel dingen op. Ik zie een mooi shot of ineens iets uitvergroots of met een rare camerabeweging. Dat zie ik ook wel. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon kijkt en de dingen op je in laat werken. En ik wil geëmotioneerd worden of ik wil lachen of ik wil dat iets me pijn doet. En daarin ben ik niet anders dan iedere andere kijker. Ik vind Maarten Jacobs van mijn lieve ex-echtgenoot Tim Krabbe een heel erg mooi filmisch boek. En ik had eigenlijk verwacht, al toen ik dat voor het eerst las, van nou, daar wordt meteen een film van gemaakt. Dat leent er zich zo goed voor. Ik ben heel intuïtief. En heel direct, denk ik. Op het naïef af. En het, ja, ik kan niet zo makkelijk heel erg moeilijk intellectueel gaan doen. Want zo ben ik niet. Dus ik reageer vrij direct op wat ik zie. Compagnie, hoe met u? Du har nytt att skilja, Sara. Med en familj. Varför gör du snogge? Jag håller. Jävla rasist då! Jag håller. Vad är det? Folk säger att Jarl Orem har flippat helt ut den sista tiden. Så jag har skönt dig. Helg ombo. Gör allmän klare. Skru krana på fullt. Vi ska bombas tillbaka. Tillbaka till stan. Man måste alltid göra som mamma och pappa säger. Så kommer bli vuxen, vet du. Inte vad de säger. Jag är ständig. Och jag är faktiskt kommunist. Als er eentje geschikt is om deze prijs uit te reiken, dan ben jij, denk ik wel. Ik vond het ingewikkeld. Maar het is toch gelukt. Goed, hè? Goed. Zal ik het maar doen dan? Ja. De prijs gaat naar Bob Stoop. Voor onvoorwaardelijk. Bob is er niet. Dat geeft niks, maar jij wel. Wie ben jij? Wij zijn de producenten van de film Onvoorwaardelijk. Mooi. Namens Bob willen wij de prijs wel in ontvangst nemen. Wel eerlijk tegen hem zeggen, hè? Ja, we gaan hem meteen bellen, dus dat komt helemaal goed. Staan hier twee hele trotse producenten? Zeker, zeker. Absoluut. Echt. Absoluut. We zijn heel erg trots op onze acteur, Bob. Die heeft ons ontzettend geholpen en geweldig geacteerd. Dus ja, wat wil je nog meer? En het is meteen bewezen, hè? Dus daar zijn we ontzettend trots op. Waarom heeft Onvoorwaardelijk gewonnen? Waarom was dat de beste acteur? Nou, omdat je kon met hem mee, je kon invoelen wat hij voelde en waarom hij gedaan had wat hij gedaan had. En hij speelde daar een mengeling van verdriet en spijt en wroeging en kwaadheid en dat allemaal in 8 minuten, dat is knap. Hij heeft je geslagen! Wat nee! Wat is dat dan? En die miskraam? Ik ben nooit zwanger van je geweest. Een dag voor het draaien belde onze acteur af dat hij ziek was geworden. En meteen zijn we begonnen op zoek naar een nieuw acteur te gaan. En Bob heeft zich niet meteen aangeboden, maar wij hebben hem gevraagd. We moesten dus een dag daarna meteen draaien. Dus dat geeft ook wel aan hoe getalenteerd hij is. Godverdomme, alles voor jou gedaan! Alles! Voor niks! Schiet maar. Schiet dan!
Morgen in het filmjournaal de garnalenkroketten van de moeder van Fons. Alleen voor de titel al de moeite waard. En de opening van het filmfestival in Terneuzen. Met de film The Angels Share van regisseur Ken Loach. En die film is ook de filmtip van Leo Hannewijk. What can you offer my daughter, eh? Never have a job. Work after Leon, I'm gonna be a good dad. You're a stick of shit. Dit is een glas whisky. Schotse malt. En whisky speelt een heel belangrijke rol in de nieuwe film van Ken Loach, The Angels Share. Come on, Harry, come on. Stel je wat on. It's a sacred place. We're going to a distillery. Who's got a sensitive nose? I'll get it. I'll get it. Last night, I was asked to look at a sample of a whisky which is simply beyond price. Het is een sociaal drama over jongeren in Glasgow met een uitzichtloze positie. Maar ze hebben een zeer belangrijke gave die ze ontdekken. Ze hebben een heel goede neus voor whisky. It is likely that the sale could raise an excess of £1 million. What? This could be a big chance to make money, Robbie. If I get caught doing anything like that, I get 5 years at least. And then when we get it, I mean, who's going to take it off a scum like us? Speak for yourself. It's equivalent to having like a Mona Lisa in your bedroom. Mona who? Dit is de openingsfilm in Terneuzen. En donderdag en vrijdag te zien in Vlissingen. Met daarna uiteraard een glas whisky. En Schotse en Ierse muziek. Is dat spawn that keeps banging off my tadja? Fucking new one of the islands are deserted, man. Bob Blair Distillery, the promised land. It's in there. Beat it here. Just fucking trust me and you'll find it. Oh, ladies. Up with the kilts. You'll never sleep again, officer. Jesus Christ, what happened to you?